Het is stil op straat, ook in Almelo. Het coronavirus heeft toegeslagen. De supermarkten hebben er moeite mee om commentaar te geven, omdat ze van landelijke protocollen afhankelijk zijn. Sommige horecaondernemers zijn zo emotioneel dat ze geen commentaar willen leveren. Er zijn ook horecaondernemers die komen met een heel bijzonder initiatief, door bijvoorbeeld belmogelijkheden te lanceren. Voor jullie betekent het dat de zaak op zich moet sluiten, maar jullie hebben andere alternatieven bedacht. Wat zijn dat voor alternatieven? Nou, onze alternatieven zijn dat we zijn aangesloten bij thuisbezorg.nl en tevens dat mensen telefonisch bij ons kunnen bestellen, zodat het eten naar huis wordt gebracht. Ja, wij gaan nu een soort dark kitchen concept aanvoeren, dus alleen dat mensen kunnen bestellen en via telefoon of via het internet en dat het eten bezorgd wordt. Dat is onze enige redding. Ja, en voor de rest van de horecazaken, ja, dan wordt het toch een bittere tijd, die 3 weken. Ja. Want jullie hebben de zaak op slot moeten doen en dat betekent dat er ook niemand binnenkomt. Nee, technisch gezien mogen er geen gasten meer binnenkomen. Gasten, je hebt daar een beleid voor. Meneer Rutten heeft daar een beleid over uitgesproken, jammer genoeg. Ja, en we zijn geen supermarkt waar we allemaal netjes in de rij mogen staan. We werken wel met eten, we werken met hygiëne. We desinfecteren de boel goed, we ontsmetten de boel goed, zoals het pinapparaat en zo. Maar ja, ik snap wel dat hij deze pandemie wil indimmen daardoor. Ja, en dat hij door deze beslissingen komt. Maar ja, iedereen is wel telefonisch welkom bij Wilhelmus of via het internet om te bestellen. Ja, dus, en we proberen zo goed mogelijk en zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan daarin.